mijn beautykanaal Beauty by Ash. Vandaag weer een gloednieuwe video, namelijk een fashion video. Ik heb een tijdje geleden bij J.Lux Label in Amerika kleding besteld. En dat wilde ik al een hele tijd doen. Maar Amerika is toch altijd een beetje lastig, want je moet... Het is lastig om te ruilen, want dan moet je het weer helemaal daar naartoe terugsturen. Je moet douanekosten betalen. Dus als je dat eenmaal hebt betaald, wil je het eigenlijk ook niet meer terugsturen. Dus, maar nu was het laatst dus Black Friday. En toen dacht ik, ik ga gewoon los. Dus ik heb verschillende items besteld. En ik ben er echt heel erg blij mee. De kwaliteit is ook echt heel erg mooi. Echt super mooie kleding. En ik ga er ook zeker vaker bestellen. Ik weet nu ongeveer ook een beetje mijn maat. Want dat is ook altijd een klein beetje een dingetje. Maar ik ben er heel erg blij mee. En ik wil het jullie graag laten zien. Dus ben je nieuwsgierig wat ik heb besteld? Blijf dan vooral kijken. Ik ga als eerste beginnen met een crop blouseje. Ja, blouseje of hoe kun je het noemen? Shirtje. En dat is deze. En het is een beetje crème-achtig. En hij is dus kort en hier zitten van die knoopjes. De bedoeling dat je ze dus niet open doet hoor. Je kunt ze wel open doen, maar nee, zorg gewoon dicht. En hier zitten ook nog nepzakjes. En heel leuk details hier onderaan de armen. Ook nog met van die leuke knoopjes. En achter zit het gewoon zeg maar als een... met een elastiek zeg maar. Dus het zit gewoon echt strak. En ze hadden hem ook in het satijn groen en in zwart. En ik heb dus deze crème, of ja, beige of hoe je het wil noemen, besteld. En ik zat een beetje te twijfelen over de maat. S, M of L. Maar ik dacht, ja, omdat ik best wel hier vol ben, dacht ik, nou, ik bestel gewoon een L. En die is perfect. En, maar goed, je kunt hem gewoon zonder een blouseje of een hemdje eronder dragen. Maar je kunt ook gewoon met een hemdje, zodat je buik gewoon zeg maar dicht is. En, super netjes en leuk om te dragen. Boven een kokerrok of een mooie high-waist broek. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Dit is mijn eerste item wat ik heb besteld. En dan komen we... Ik doe hem even aan een haakje, dat is wel zo makkelijk... bij deze, ja, wat is het? Soort van knitwear eigenlijk, zou ik het noemen. Een body is het. Gewoon wel echt een stringbody. En hij zit echt super mooi. En heel erg lekker zacht stofje. Grijzig is die, met zwart dus. En hij heeft hier ook een mooie hals. Dat vind ik ook wel heel erg mooi. En in dezelfde stof... heb ik ook nog een leuk soort van, ja, topje, kort, zo, besteld. En daarbij ook nog een overheerlijke legging, die heel erg lang is, by the way. En ook echt super lekker zit. En wat ik ook nog leuk, ja, dit is gewoon leuk om sowieso bij elkaar te dragen. Dit topje met die legging, sport of lekker casual thuis. Ik zou het snel of niet buiten dragen, maar oké. En dit is ook natuurlijk leuk bij elkaar, deze legging en deze body. En het is echt een heel lekker stofje, dus het is echt heerlijk om te dragen. En daarnaast... heb ik ook nog, doe ik ook even aan een haakje, een zwart truitje. Nu moet ik zeggen, heel apart, op de foto zag hij er heel anders uit dan toen ik hem binnenkreeg. Maar oké, als ik had geweten dat hij er zo uit zou zien, had ik het niet besteld. Maar goed, dat is dus dit gevalletje. Zwart, een beetje een soort van doorschijnend stofje. Ik weet niet of je het goed kan zien op de camera. Ja, een soort van off-shoulder truitje. Hierboven kort. Uiteindelijk vind ik hem ook wel weer leuk. Het is leuk met dat grijze topje, korte topje eronder te dragen. Of gewoon een hemdje. Maar ik vind het wel echt een beetje een soort van, ja, sporttruitje of zo. Of ja, thuis, whatever. Casual, sportief-achtig dingetje. Ik zou het niet zo snel zo overdag dragen, denk ik. Maar goed, toch wel leuk. Lekker luchtig. Ja, best wel leuk. En dan heb ik ook nog... Ik ga hem even aan een haakje weer doen, want het ziet er wat beter uit. Deze trui. En crème is die. En het is een soort van, ja, truijurk.
jurk/jurkachtig iets. Lange mouwen en een leuke colletje hier. En dan open, lage V-hals. Super leuk. En wat ik dan had gecombineerd met deze legging eronder. Best wel leuk staat dat. En daaronder dan dit topje. En ja, dat vond ik eigenlijk best wel een leuke combinatie. Maar goed, dit is trouwens een S, deze maat. Dit is een S. Dat is ook perfect. Ik heb echt alle maten die ik heb uitgekozen, waar ik ook heel erg lang over heb nagedacht trouwens, zijn allemaal echt perfect. Niets is te groot, niets is te klein. Maar goed, deze trui is ook verder heel erg leuk natuurlijk onder een legging, zwarte panty, broek, weet ik veel, sneakers, laarzen, pumps. Ja, ik weet het niet. Ik vind hem echt wel een soort van jurk, trui-achtig, wat je gewoon lekker, leuk, makkelijk kan combineren. Goede kwaliteit ook, by the way. Echt mooi geweven. Lekker, ja, dik stofje. Gewoon mooi. Dan heb ik ook nog dit gouden truitje. Dit is ook een crop top, dus hij is ook kort. En lage V-hals. En ook mooie kwaliteit. Goed geweven, niet zo losjes. Nee, hij voelt echt goed. Lange mouwen, dat vind ik ook altijd fijn. Want ik heb altijd truitjes met te korte mouwen. Deze hebben lange mouwen, dus echt super leuk. En ja, vind ik ook eigenlijk heel leuk om te combineren met gewoon een mooie strakke kokerrok. En dan deze erop. Maar ook gewoon casual leuk met sneakertjes of zo. Ik weet het niet. Ik vind het wel een makkelijk shirtje wat je ja, gewoon makkelijk kan dragen. En nu zeker leuk met de feestdagen natuurlijk die we hebben gehad. Ja, vond ik het ook echt leuk om aan te doen met dat goud er doorheen. Maar hij kan wel door het hele jaar heen, vind ik. Dat dan weer wel. En helaas was deze niet meer in een M of een S. Anders had ik dat besteld. Want deze topjes vind ik altijd dat je die wel altijd wel een maat kleiner kan bestellen. Want ze vallen toch altijd groot. Maar goed, die waren er niet meer. Maar ik moest hem hebben. Dus dit is dan een L. Maar ook prima. Dan valt hij wat meer over je schouder. Ook prima. Hij zit voor de rest verder ook helemaal goed. En dan heb ik mijn laatste item. Waar ik ook echt blij mee ben. En spijt heb dat ik niet meer ervan heb gekocht. Want je had ze in het... Dit is een broek. En je had hem... Ik heb hem in het groen gekocht. Omdat ik dat satijnen blouseje ook in het groen had gekocht. Alleen die hadden ze niet meer. Dus dat was dan wel weer jammer. Want het was dan een setje. Daarom had ik het ook besteld. Maar ze hadden hem ook in het zwart en in het crème roze zalm. En dit is echt een super mooie high waist broek. Hele mooie kleur. Super mooie kwaliteit. Hij is zeg maar een dun stofje, maar daaronder zit nog gewoon serieus een voering. Jawel. Echt super mooi. En zakken, ook heel erg mooi. Zo, heel mooi geweven. Ik zal hem eventjes zo goed laten zien. En de achterkant nepzakjes. En daar zit zeg maar de sluiting. Dus hierachter zit zeg maar mooi een rits die je ook amper ziet. En dan nog een haakje, kun je hem ook nog dicht doen. En deze broek, en hier, dit vind ik ook altijd mooi bij zo'n pantalon. Van die mooie naadjes erin gestikt. Hij valt ook heel erg lang. Daar ben ik ook heel blij mee. Want ik heb lange benen. Dus ik wil dat de broek heel mooi lang vallen. Beter te lang dan te kort. Kun je ze altijd innemen. En deze broek heb ik in een 36 of 38 besteld. Ik kan het niet meer zien op het kaartje. Volgens mij ook kan het hier misschien inzien. Oh ja, size M. Een M. Ja, oké, okay, een M heb ik besteld. Ik moet wel altijd heel erg zeggen dat het wel een beetje tricky was. Want omdat het high waist is, kan die altijd heel erg strak zitten, vaak. Boven, en daar kan ik dan net zo goed tegen. Maar hij zit wel oké. Okay. Of oké, okay, zit gewoon eigenlijk wel perfect. Dus ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. En ik ga zeker vaker bestellen. Het enige nadeel is dus dat je tax moet betalen als je het pakketje komt ophalen. Ik moest voor deze... Oh ja, dit viel nog wel mee. 23 euro. Bij elkaar weet ik niet meer hoeveel dollar het was. Het ligt een beetje dus aan hoe hoog de factuur is. En daaraan wordt de tax bepaald, zeg maar. Bij de post, bij de douane. Ik moest 23 euro betalen, dus dat viel nog mee. Maar goed, verzendkosten van Amerika naar Nederland is ook altijd best wel duur. Nu weet ik niet meer wat ik hiervoor heb betaald. Maar volgens mij ook wel weer $30. Dus al met al wordt je pakket best wel duur. Prijzig.
Dus ik raad je altijd aan, als je bij deze website of überhaupt uit Amerika kleding gaat bestellen, heel erg goed checkt wat de maten zijn, hoe ze vallen. Ik heb het echt volgens mij al een paar keer ook gevraagd bij dit fashion label, hoe de maten vallen enzovoort. Zodat je een beetje kan gokken hoe of wat. Want het is natuurlijk zonde dat als je tax hebt betaald en het zit allemaal niet goed, dan moet je het weer terugsturen. Ja, of je moet het hier gaan verkopen of aan weggeven, maar het is allemaal een beetje gedoe. Maar goed, hoe ik altijd bestel is sowieso uit Amerika liever een maat te groot dan dat ik het kan innemen dan een maat te klein, want daar heb ik helemaal niets aan. Dus maar goed, hier had ik geluk mee gehad met deze bestelling. Alles zat helemaal goed, ik ben er heel erg blij mee. De link waar je het kan bestellen zet ik hieronder neer voor jullie, dat je er even naar kan checken. De website, JLux Label, super mooie kleding en ik hoop dat je het een leuke fashion video vond. Wil je meer van dit soort video's zien, laat het dan hieronder achter in de comments. En vergeet me niet te volgen op Instagram, beauty.by.s en natuurlijk op Facebook. Facebook en Instagram komen wekelijks mijn product reviews, die ook allemaal super leuk zijn en korter dan een minuutje, dus altijd leuk om even te kijken en in de gaten te houden. Vergeet ze niet te liken en ik hoop je volgende week weer te zien. Bedankt voor het kijken.